Suriname wist op 8 september 2019 in het Nations League voetbaltoernooi met 6-0 van Nicaragua te winnen. Cultuur.com brengt u terug naar de hoogtepunten van dat duel. Has two on the night. Chance here, fair. Oh my! Suriname are on fire. Just about kept down. Vilcher for the hat trick. Yes! Lovely turn here. The shot. It's on the doorstep. It's in. 5 on the night for Suriname. Hambalius. Oh, it's wonderful. And it's the cherry on top of the sundae. Suriname's night in paradise. They now top the group in League B Group D on 6 points. De grote speler van de partij werd Gleofiro Fleiter, die 4 doelpunten voor zijn rekening nam. Een dag na het duel bracht hij een bezoek aan zijn plaats van komaf, Flora. Ik voorbeeld voor jou. Ja, schat. Ik denk ooit ik voorbeeld voor jou, hè. Respect hier. Respect. Want dit is toch wel voor jou. Wat vinden de buurtkinderen en vrienden van Gleo, gelet op zijn performance? Hij is een goede speler. Hij heeft het ook gemaakt in zijn carrière. Ja. Wie is Gleo Filo van jou? Mijn neef. Wat betekent het voor jou dat hij voor Suriname uitkomt? Goed. Heb je zelfs ook naar die wedstrijd gekeken? Nee. Maar je hebt wel gehoord dat hij heeft gescoord? Ja. Hoeveel heeft hij gescoord? 4. Ah, is zo maar naar Gleo voor jou? Ja, Gleo naar mijn neefje, naar mijn sa en zoon. En ja, mijn vallig boy in een voetbalmodel. Zou je vinden voor een prestatie voor Amman Taan ook is Renan? Zo, dan moet ik beginnen aan mijn prestatie. Aan mijn prestatie persoonlijk naar top. Samen zie uit Amman, vanaf Amman de naar Unieke, kom ik ten aan aan nou. Dat mijn mama bribis aan mij, aan mijn bevoteer mij altijd. Ongelijk heb ik 7 gescoord vandaag met de man Norman, dat je aan dit veld. Ongelijk, oké, okay, maar einde van het seizoen, aan mij kon ik een trofee naar onze takamana topscorer. Dat is een lasso, ik ben een bribis, maar dat is een boosje, ik kom een boosje. En in de eerste stage is aan mij gewakker dat ik hem zit, hier, raak. Want aan mij is aan het draaien door. Aan mij dan draaien door. Deze man is een doordraaier en een goalgetter. Amandis, Samishi in Amandis. Suriname om ik kan ik gebruik voor Amandis. En Amandis, Amandis want zijn carrière sowieso tapa walken. Oh, sorry. Ook de moeder van Gleo kwam aan het woord met cultuur.com. Heel belangrijk moment voor Suriname, voor Gleo, maar natuurlijk dat ook voor een moeder. Wat betekent voor u dat uw zoon zo'n bijdrage levert voor de nationale selectie van Suriname? Oh, ik vind het heel leuk dat hij toch deelneemt. Want weet je, hij is een Surinamer, hij voetbalt wel in het buitenland, maar hij is een Surinamer. En ik vind het leuk dat hij gisteren echt heeft bewezen wat hij kan. Wat ging er als moeder in je om?
Nou, ik was heel blij en trots. Trouwens, ik ben heel trots op mijn kind, hè. Dus ja, ik was echt blij. Ik had geen woorden voor Vakister. De 19-jarige Cleo Vleiter spreekt van een historische voetbaldag in zijn carrière. En geeft ook aan waar het allemaal begon. Ik ben Cleo Vleiter, ik ben 19 jaar dus jong. Ik speel bij Aris Limassol in Cyprus. Hoe is het allemaal begonnen als het dus gaat om jouw voetbalcarrière? Dat denk ik terug aan de jeugd, Robin Hood. Ja, ik heb bij Robin Hood gevoetbald sinds in de jeugd. Daar is het eigenlijk voor me begonnen. Dus ik heb alles daarmee moeten maken. Ik ben ook met ze naar de eerste divisie gegaan. En terug gepromoveerd naar hoofdklasse. En ja, dus daar is het eigenlijk begonnen voor me. Je voetbal dus vanaf je onder 9 jaar bent. Tal van hoogtepunten bereikt. Maar het belangrijkste is dat je dus je voetbalcarrière in het buitenland voortzet. Waar is het allemaal voor jou begonnen en waar voetbal je nu? Ik ben op mijn 15e ben ik vertrokken naar Jamaica. En daar was het niet een succesvol jaar, maar ik heb toch bewezen dat ik karakter kan tonen om verder op te gaan. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb dan in Israël gevoetbald, na een paar stageperioden in Nederland. En nu speel ik, heb ook in Georgië gevoetbald, dat was ook minder mooi. Maar nu speel ik bij Aris Limassol in Cyprus en het belooft een mooi jaar te worden. Dan komen we terug op het belangrijkste, jouw bijdrage voor Suriname gedurende het toernooi waaraan Suriname nu deelneemt. 2 wedstrijden, in totaal 6 doelpunten. Had je het zelf verwacht? Ja, ik had het zelf niet verwacht dat ik zoveel doelpunten zou maken in 2 wedstrijden. Maar ik wist wel dat ik zou scoren, want dat is mijn taak. 2 wedstrijden en 6 doelpunten is wel een hele goede of een topprestatie zelf. Bij de start van Dien Goree zat je daar niet bij. Je bent er uiteindelijk bij. Hoe lang maak je al deel uit van de selectie onder bondscoach Dien Goree? En wat heeft gemaakt dat je uiteindelijk erbij bent? Nou, trainer Dien Goree had me sinds ik 15 jaar was. Heeft hij me opgeroepen. Heeft hij me laten debuteren toen ik 15 jaar was. En ja, wat kan ik zeggen? Hij heeft me erbij gehaald. Hij heeft me de vertrouwen weer gegeven. En hij heeft me gezegd, laat me gewoon mijn ding doen. En als spits, dan ja, moet ik alleen maar scoren en bewijzen dat ik het kan. In 2 wedstrijden heb je het bewezen. 2 in het buitenland, Dominica en 4 gisteravond in het André Kampertveen Stadion. Wat gaat er in je om als je 4-maal voor Suriname kan scoren in 1 wedstrijd? Ja, ik weet niet wie het voorheen gedaan heeft. Maar ik denk dat dit wel misschien een historisch moment is voor mij. En ook voor Suriname, het nationaal elftal ook. Want ze hebben een hele goede prestatie geleverd tegen Nicaragua. 6-0 is een topprestatie. Dus. Ja, ik kan zeggen, het is gewoon een topprestatie van ons allemaal. Rest een aantal wedstrijden, maar vandaag vlieg je terug. Waar ga je? Ik ga terug naar Cyprus. Onze competitie begint 21 september. Dus ik ga me klaarmaken om een heel mooi seizoen te draaien. Succes. Thank you.